We zijn aangekomen in Göteborg. In Gotia Towers. In de Gotia Towers, yes. On the 21st floor slapen we. En het uitzicht is wel mooi, vind ik. Ja. Het is wel spectaculair. Zo ziet onze kamer eruit. Hier is de badkamer. Douche, toiletje. En dit. Hoe noemt dat? Lavabo. En hier hebben we nog een spiegel voor skinny mensen. Amai. Ja, dat is een kei smalle spiegel. Als ik er gewoon voor sta, pas ik er niet op. Oh, net wel. En ja, yes, I love soft beds, hè. Mooi. Ja, je haat dat, hè. Ik vind dat fijn, zachte bedden, dan slaap ik goed. En de tv. En nog een kastje. Een stoel. En een mooi werk met plastic in een boom. Ondertussen zitten we op restaurant in het hotel. We noemen dat Historia. Historia. Het is een Italiaans restaurant en we hebben verschillende bruschettas. Tussen in bed. Hey girl. Finale van Love Island gaan we kijken. En daarna gaan we slapen. Want morgen is onze call time 5:50 in de ochtend. Great. Fabulous life van Thalisa en Selena. Iedereen denkt altijd zo wauw. Maar zo'n dingen horen er ook bij. Maar dus wij gaan samen slapen. Maar ik ga morgen verder vloggen. Dus slaap wel iedereen. En tot morgen. Goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur of zo wel al. Ja, het is 7:50. Wij zijn al hier in de office van 5:50. En opgestaan om 5:30. Onze make-up is gedaan. Zoals je kunt zien. Als ik zo naar onder kijk, zie je nog altijd mijn kringen. Moet ik maar zo kijken de hele dag. En ons haar is gedaan. We zitten hier nu te chillen. En te wachten totdat onze kleren klaar zijn. Want die moesten nog gestoomd worden of zoiets. En dan kunnen we die aandoen. En dan gaan we, denk naar het centrum, naar een cafeetje. En dan gaan we daar beginnen met shooten. We gaan zuipen. Is goed. Doe het. Nee, joh, we moeten straks ook nog vliegen. Dus ik kan niet zo doen. Hè. En onze badjassen liggen ook al klaar daar. De roze. Dus ik kijk er keihard naar uit om mijn badjas aan te doen. Zalig. Sneak peek van onze collectie. Dit kleedje. I like it. So cute. Oh, dat topje vind ik ook wel heel cute. Topje. Ook super schattig. Ja, ik vind die broek wel mooi. Cute. En we zijn aangekomen op de locatie. Kei mooi, wauw. I like it. I like it a lot, hè. Hey, stylish girl. In your bedroom. Yeah. I love it, hè. Het is wel lekker warm. The second look. Het hele blouse heb ik nu aan. En jeansrokje, echt super schattig. Ik denk dat dit gele blouseje wel mijn favoriet is. Ik vind het echt super mooi. En dit jurkje, so cute. Wauw, ik vind het echt heel mooi. Het is voor ons ook de eerste keer dat we alles in het echt zien. We hebben wel de sketches gezien, de foto's en de product samples en zo. Maar om het nu zo in zijn geheel te zien is wel heel fijn. Ik vind het echt mooi. I really love it. They say into your early life romance came, and in it 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 came. Thank you.
En food's here. Ik heb al gegeten, dus het ziet er niet meer zo mooi uit. Zijn dinar is al op. En de rest van het team ook op. Want het is wel echt keilijk. We zijn terug in the office van Naked. Alleen in de make-up room zijn we nu. En we gaan nu nog een YouTube video filmen. Goed, zit er op! We nailed it, hè. Het was echt goed gegaan, snel gegaan. Ja. Zo snel. Dat we nog tijd hebben om heel even te gaan shoppen. Echt letterlijk een half uur. Ja, een half uur. We wouden nog graag naar de Gina Tricot. Ja. En we kunnen nog gaan. Dus ik ben kei blij dat we dat nog kunnen doen. En dan om 5 na 6 vertrekt onze vlucht terug. Dus dan zijn we niet langer dan 24 uur in Zweden geweest. Nee, echt. Maar oké. Okay. En we zijn terug in de luchthaven. 20 hours in Zweden. Zitten erop. En we beseffen net dat we nog oorbellen hebben. Ik denk dat je een video noemt 20 hours in Zweden. Ja. Nee, less than 24 hours in Zweden, denk ik. Niet pikken, hè? Ik ga leven 18 hours in Zweden. Ja, dat is gelogen dan. Ik kan zeggen, free earrings. Sweden. En free necklaces in Sweden. Yes. Nee, we gaan nu inchecken. Allee, onze koffer inchecken. Waar onze kleding in zit van onze collectie. Die we terug meenamen naar huis. En dan gaan we ons Subway broodje eten. Wat we hebben gekocht. I'm unsharp. Ah. We zijn twinningen. Ik heb trouwens een nieuwe joggingsport gekocht. Twinning is winning. Twinning is winning, ja. Hier zijn we dan weer. Onze vlucht heeft hoeveel uur vertraging? 2 uiteindelijk. Eerst 2, dan 3 en nu 3 toch? Nee, nu 2. Om 8 gaan we vertrekken. Normaal vertrokken we om 5. Ah, om 6. Oké. Okay. Normaal waren we nu binnen een uur thuis. Maar we zitten hier nog weer stuk in de airport. Story of our life. Ja, oh, altijd als we van Zweden komen, is er iets. Nu hadden we al een rechtstreekse vlucht gekregen. En nu ja, stond er eerst 8 uur en dan 9 uur. Maar nu is het terug iets na 8 geworden. Dus dat is toch wel goed. Dus wat gaan we doen? Work. Zie me nou. Work. Gezellig, hè? Gezellig. En we kunnen eindelijk vertrekken. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de votre vol Brussels Airlines à destination de Bruxelles. Nous vous invitons à prendre place sur le siège qui figure sur votre carte d'embarquement. En raison de l'espace limité disponible pour les bagages, nous vous demandons de placer vos plus petits bagages à main sur le siège devant vous et de placer vos vestes et manteaux au-dessus des trolleys dans les coffres à bagages. Si vous êtes assis à la première rangée ou à une sortie de secours, vous devez placer tout. En ik ben terug thuis. Oh my, wat een pittig reisje. Gisteravond vertrokken en nu al terug thuis. Het was fijn in Zweden, het was goed. Ik vond de collectie echt super mooi. Ik kan echt niet wachten tot hem online komt. Ik vind hem nog mooier als de vorige collectie. Het is nog meer mijn ding. Het vorige was meer girly. Dit is ook girly, maar toch zo'n beetje met edge. Met het jeansrokje en het jeanskleedje en de broek en zo.
Maar ik ben echt super blij. Ik vind het echt super mooi. Ik hoop dat jullie dat ook mooi gaan vinden. Ik ga hier trouwens hieronder in de beschrijving een link zetten. Zodat jullie kunnen registreren. En dat wil zeggen dat je een half uur voor iedereen, voor al de rest mocht shoppen. Dat is 25 juni. Dus als jullie dat willen, zeker inschrijven. Want vorige keer was alles zo goed na een half uur uitverkocht. Zeker alle kleedjes. Dus zeker doen als jullie er eerst bij willen zijn. Ik ga mijn bed in. Ik heb niks anders meer te vertellen. Maar hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Mijn gezicht heeft trouwens echt afgezien van alle make-up. Maar ik heb het goed ingesmeerd. Dus hopelijk morgen wat beter. Maar oké, ik zie jullie volgende keer.